Met mentale welzijn en mentale gezondheidszorg van adolescenten is cruciaal, maar wordt vaak over het hoofd gezien in Suriname, stelde Danielle Rosario, vertegenwoordiger van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, gisteren tijdens de presentatie van een onderzoeksrapport over het mentale welzijn en de gezondheidszorg van adolescenten in Suriname. De functionaris stelt dat niet vergeten mag worden hoe uitdagend de periode is waarbij een individu adolescent is. De fase van het leven tussen 10 en 19 jaar wordt vaak onderschat. Het is een immense groei, ontdekking en ontwikkeling van jonge mensen die heel kwetsbaar zijn en staan voor verschillende uitdagingen aan het begin van hun leven. En daaronder vallen zowel de fysieke als de mentale gezondheid. Diverse onderzoeken tonen aan dat investeren in mentale gezondheid van adolescenten niet alleen een morele plicht is, maar ook een slimme investering is voor de toekomst en voor onze samenleving. Daarom juichen wij als ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur het initiatief van de UNICEF om een onderzoek uit te voeren in samenwerking met de belanghebbenden op dit gebied. In het bijzonder de heer Jair Schalkwijk. Het onderzoeksrapport geeft volgens Rosario zeer waardevolle inzichten over de uitdagingen waarmee adolescenten in aanraking komen. De overheid en de samenleving hebben de taak om hierop in te spelen. We moeten als eerste erkennen dat er mentale gezondheid is die net zo belangrijk is als lichamelijke gezondheid. Dit betekent dat we moeten streven naar een samenleving waarin praten over mentale gezondheid normaal is en dat het toegankelijk is tot hoogwaardige mentale gezondheidszorg. Daarnaast moeten we ook investeren in preventieve bewustwording. Dit betekent ontwikkelen voor programma's waar jongeren leren omgaan met druk en emotionele uitdagingen. Maar ook stress, want dat hebben ze ook. Zoals het al eerder is gezegd, het ministerie heeft in samenwerking met UNICEF het programma Kinky Dinky. Voor jongeren om eigenlijk ook naar voren te komen om te praten over hun emotionele problemen. Rosario benadrukt dat het stigma rond de mentale gezondheid doorbroken moet worden. Ze merkt op dat er een ondersteunende omgeving gecreëerd moet worden waar jongeren zich veilig voelen als ze naar hulp zoeken.